Ja, zoals beloofd zou ik het ook gaan hebben over de verschillende soorten invasieve exoten. En ik begin maar met de halsbandparkiet. De halsbandparkiet, wie kent hem niet? Voor de kinderen in de stad is het een algemene verschijning, alsof hij er altijd al geweest is. Maar dat is natuurlijk niet. Die halsbandparkieten, die horen hier niet thuis. Die zijn voornamelijk hier gekomen doordat ze als huisdier gehouden werden. En die huisdieren die zijn of ontsnapt, of misschien wel door mensen losgelaten, omdat ze toch niet meer zo leuk vonden. En die hebben zich in onze, met name stadsparken, prima weten te huisvesten. En doen het op het moment echt heel goed. Nou, het is hartstikke leuk voor die halsbandparkieten. Het zijn ook echt mooie vogels. Maar er zit wel een kanttekening aan, want ze nemen wel plek in van de bestaande biotoop. Want wat veel mensen niet weten, is dat die halsbandparkieten in holen wonen. En die holen die maken ze niet zelf, die kraken ze. Het zijn echte krakers. Ze kraken noten, want dat eten ze, maar ze kraken ook huizen. Ze kraken namelijk de holen van spechten. En dus dat is voor de specht niet zo heel fijn. Er waren wat twijfels of dat nou slecht was. Maar het gaat gelukkig ook nog steeds goed met de specht. Alleen die specht moet harder werken, want als zijn woning gekraakt is, dan zal hij een nieuwe hol moeten maken. Nou, dat is een leuk weetje over de halsbandparkiet. En volg dit kanaal, dan gaat u ook nog horen over andere exoten die we in de stadsnatuur tegen kunnen komen.